Ja, want overweeg jij echt om te stoppen? Nou kijk, het is helder wat ik ook vandaag het AD heb gezegd, is dat wij met z'n allen eigenlijk niet nog een keer zo'n seizoen willen. Dat mogen duidelijk zijn. En we hebben in januari gekeken naar verschillende redenen. Allereerst heb ik gewoon gekeken, heb ik ook vaker gezegd, naar mezelf. Wat daarin goed is gegaan en ook wat beter had gekund. Dat heb ik ook geëvalueerd vanuit mezelf naar de directie. Vanuit de club waren er ook weinig opmerkingen over onze werkwijze daarin. Maar natuurlijk zijn er een aantal zaken die ook ik zeg maar, er beter in had kunnen doen. Maar we zijn er ook van doordrongen dat we... het grootste probleem wat heeft ontstaan is de samenstelling van de selectie. En dat we daarin gewoon te laat zijn geweest naar die degradatie. Nou, dat betekent dat je je werk eerder moet gaan doen. En dat hebben we ook gedaan. En dan is het belangrijk dat je helder hebt wat je budget is, hè, wat je in je portemonnee hebt zitten. Want anders ga jij naar spelers kijken en dan betekent het uiteindelijk dat je naar spelers zit te kijken die misschien daarna niet haalbaar zijn. Dat hebben we met de volledige groep hebben dat gedaan. En vervolgens kreeg ik een paar weken geleden horen dat het budget zeg maar anders voor staat. Omtrent een aantal financiële verrassingen eigenlijk. En daar heb ik wel even heel goed naar gekeken voor mezelf, wat dat betekent voor Excelsior en voor mezelf. En daar ben ik wel heel goed gesprek met de voorzitter en met Ferry. En intern is duidelijk hoe ik daarin zit. Er zijn een aantal goede initiatieven die men aan het ontplooien zijn om te zorgen dat ontstaande gat, wat behoorlijk is voor het spelersbudget, zeg maar, dicht te fietsen. Nou, daar heb ik wel vertrouwen in. Het heeft met de factor tijd daarin te maken. En er is ook een goed overleg zeg maar, dat het allemaal gaat. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat het voor mij essentieel is ja, dat het is zoals we afgesproken hebben. Het is geen dreigement van jou? Nee, helemaal niet. Geen dreigement. Want intern weten we wat we aan het doen zijn om te zorgen dat er volgend jaar gepresteerd gaat worden met deze mooie club. En, intern, alles wat daar aan de kant staat, dat is gewoon zoals het is. En ik ga ook niet in op die financiële zaken, dus ook helemaal niet aan mij. En het is helemaal geen dreigement, maar ik vind wel dat je een mening moet hebben en ook ergens voor moet staan. Welke termijn heb je jezelf gesteld? Wanneer moet voor jou duidelijk zijn of je wel of niet doorgaat? Het heeft te maken met een aantal initiatieven die de club nu ontnemen is om te zorgen dat het gat wordt gedicht. Zoals? Kan je er iets over zeggen? Ja, daar ga ik niet op in. Dat is niet aan mij. Dat zijn goede initiatieven. Waardoor we zorgen dat het spelersbudget weer is wat we eigenlijk in januari hebben afgesproken. Dat zal de komende dagen, misschien iets langer, misschien 2 weken, zal het meer duidelijkheid geven. Dus binnen 2 weken wil jij voor jezelf ook die knoop hebben doorgehakt? Nou, ik wil inderdaad zien, en niet alleen ik, maar wij met z'n allen, of inderdaad het gat kan worden gedicht in het spelersbudget. En zonder daar nu meteen een datum op te gooien, dat moet even kijken hoe dat gaat lopen. Nee, maar als het seizoen straks begint over een maand en over twee maanden een nieuwe competitie, dan moet het voor jou natuurlijk duidelijk zijn. Ja, we willen eerder wel. Ja. Nee, precies. Want je zegt net, in de winterstop hebben we met elkaar gesproken. Maar toen wist de club ook al dat er wat financiële tegenslagen kwamen. Dat is bij mij niet bekend. Natuurlijk zijn er een aantal zaken die veranderen. Dat weet je ook van tevoren. Er zijn bepaalde regelingen die vanuit de KNVB zijn als je degradeert. Maar dat soort zaken, dat weet je. Je weet ook waar je toen al stond sportief. Maar goed... Ik heb toen inderdaad gevraagd, wat in het begin van het seizoen toen niet duidelijk was, wat is nou precies het budget waar wij zeg maar, mee kunnen gaan werken. Want anders krijg jij gewoon het verhaal dat je naar een speler gaat kijken en heel veel energie instopt. En vervolgens als technische staf met elkaar zegt van die willen we graag hebben. En uiteindelijk moet dan worden afgerekend en dan zit je eigenlijk naar een speler te kijken die je niet kunt halen. En dat willen we voorkomen, dat hebben we goed gedaan. Een voorbeeld is daar van Lars Veldwijk. Kevin Vermeulen, ook Fischer eigenlijk hoort in dat verhaal. We hebben heel gericht zeg maar, keuze gemaakt om die selectie goed samen te stellen.
op posities, op karakter, op kwaliteiten die je nodig hebt. Nou, dat komt binnenkort, zal snel duidelijk worden, hebben we ook een hele goede nummer 10 hebben gecontracteerd. Ja, en er zijn nog een aantal jongens die we nu of aan het volgen zijn, of al inderdaad heel close zijn. Ja, en dat stagneert nu. Ja, in de winterstop zou dan bekend zijn dat het salarisbudget vrijgemaakt zou worden voor 8 spelers. Nou ja, 3 noem je er al die je gehaald hebt, plus die nummer 10 waar je het over hebt. Dat zijn er al 4 en er is er maar ruimte geloof ik voor 4,5. Mm-hmm. Dus eigenlijk ben je al bijna klaar met de selectie, met de nieuwe spelers. Nou, dat is dus ook het punt. En het vervelende is inderdaad, dat vind ik zelf persoonlijk vervelend, is dat je daar mee wordt verrast. Wij kunnen met elkaar niet nog een keer zo'n seizoen draaien. En nogmaals, mijn punt heb ik duidelijk intern aangegeven, hoe ik daarin zit. En ik heb ook wel vertrouwen in de initiatieven die me aan het plooien zijn, om dat weer voor elkaar te krijgen. Waardoor we in ieder geval nog een aantal spelers die we in ons vizier hebben, dat die volgend jaar hier op de mat staan. Maar zijn die initiatieven dan niet te laat genomen? Hadden die niet eerder genomen kunnen worden? Nou ja, dat is een vraag denk ik, die je ook hebt gesteld. Maar blijkbaar zijn er een aantal dingen daarin gebeurd waar men mee geconfronteerd is. En uiteindelijk wij als technische staf ook binnen ons potje. Ja, dat is vervelend. Ja, verwijt jij de directie iets? Of misschien makkelijker gezegd, waar ben je niet blij mee? Dat het te laat gehandeld is? Of? Nee, ik verwijt helemaal niets. Dat is ook heel transparant aangegeven. Hoe dat gekomen is. Maar goed, ja, wij worden er wel mee geconfronteerd. En dan moet je ook, vind ik, klare taal spreken naar buiten toe. Dat je niet je supporters daarmee voor de gek houdt. Of sponsoren of wat dan ook. Je moet gewoon zeggen zoals het is. Ja, maar ook voor jezelf ook. Jij bent ambitieus. Je wilt natuurlijk sowieso bovenin meedraaien in de eerste divisie. Maar ja. Er moeten wel nieuwe spelers bij, anders krijg je weer zo'n seizoen als dit. Niet leuk voor de club, ook niet voor jouzelf. Nee, maar dat is dus ook het verhaal. En ik weet wat hoe ik erin zit. Ik weet ook wat we elkaar hebben afgesproken. Dan blijf ik daar ook voor staan. Is het nou ook zo dat je aan het begin van dit seizoen ook al verrast werd doordat er te weinig financieel mogelijk was? Klopt dat? Dat klopt. Alleen heb ik mezelf ook persoonlijk verweten, omdat in Cyprus inderdaad ferry kwam en we hebben gewoon goed overlegd en het was heel duidelijk allemaal. Ik wist ook wat deze club allemaal brengt en met goede voorwaarden vanuit mijn Feyenoord tijd. Fantastische staf, het allemaal prima voor elkaar, leuke club. En Excelsior speelt normaal gesproken of in de Eredivisie of bovenaan in de Eerste Divisie met goed voetbal. Maar achteraf bleek inderdaad dat elftal wat afgeroomd is doordat je degradeert en veel jongens weggaan. Dat er spelers bij moeten komen. Maar dat budget toen niet helemaal helder was. Achteraf bleek inderdaad dat een aantal zaken gewoon niet konden. En dat heb ik wel ook aangegeven inderdaad. Dat we dus rondom de nieuwe situatie, dus in januari, daar dat wel moesten hebben. Dat we weten wat in ons portemonnee is. Ja, en nu geldt eigenlijk hetzelfde voor aankomend seizoen. Weer een aantal dingen financieel niet helder of in elk geval een andere inschatting gemaakt. Heeft dat misschien ook te maken met een hele nieuwe directie? Ja, dan ga ik in op waarom en dat is ook helemaal niet aan mij. Nee, maar jij wordt er wel mee geconfronteerd. Ja, dat is ook zo. Dus dat is ook vrij vervelend. Maar waar dat zit, dat laat ik in het midden. Ja, je wil gewoon snel duidelijkheid voor jezelf en voor de club. Ja, kijk, in die tijd toen bij Feyenoord financieel minder ging, het was Leo Beenhakker degene die openheid van zaken gaf en ook Erik Gudder openheid van zaken. En dat vind ik zelf heel belangrijk. Die hebben wij gekregen op een gegeven moment als technische staf. Ook al zijn we daarmee verrast, maar dan is het wel duidelijk. Maar dat geldt voor iedereen en vervolgens betekent dat je dan vanuit dat uitgangspunt plannen campagne kunt maken. Ja, maar je kan Excelsior natuurlijk niet vergelijken met Feyenoord, omdat je hier bijvoorbeeld geen technisch directeur hebt. Dat doen jullie met z'n allen, toch? Jawel, maar toen was de situatie qua financiën minder en dat heeft een consequentie voor het sportieve.
En toen hebben die club dat ook gewoon transparant naar buiten gebracht van hoe die club ervoor stond. En het is vervelend om dat even te horen, maar vervolgens betekent het wel dat het duidelijk is, transparant is. En dan kun je vervolgens ook daarin stappen met elkaar maken.